Tom aka Calabortion met vandaag eigenlijk een ander soort video dan dat ik eigenlijk doe nu. We moeten eerst al weten, dit is geen ik die gewoon gaat zagen video. Dit zijn gewoon feiten over Twitch. Ik ben nu ongeveer al 7 jaar aan streamen op Twitch. En het is niet alleen mijn persoonlijke ervaring, maar de ervaring van bijvoorbeeld andere mensen dat op Twitch streamen, dat hebben gestreamd, dat nog steeds streamen, dat zijn gestopt, dat veel geld hebben gestopt in older streaming gear. Want je moet weten, streaming gear is heel duur. Like als je moet al een computer hebben dat kan gamen en kan streamen in dezelfde plek, of je moet al twee computers hebben, wat waarschijnlijk nog duurder is. Dan heb je nog een webcam nodig, je hebt een deftige microfoon nodig. Soms gaan er zelf nog mensen verder in. Like als je ziet hier achter... Nee, het is de andere kant. Hier achter mij ziet je een hele background. En met wat geekspullen op, wat kadertjes. Dat kost ook allemaal geld. Je kunt een streamdeck willen kopen. Voor grappige dingen mee te doen. Ik bedoel maar gewoon... streaming kan veel geld kosten. Je kiest ook gewoon zelf hoeveel geld dat je daarin steekt. Nu, het ding met Twitch is... zoals ik net zei, ik ben al 7 jaar bezig met streamen op Twitch. Dus ik kan wel spreken uit ervaring op Twitch. Het is niet dat ik nog maar een week of twee bezig ben nu. Veel mensen vragen mij hoe dat het is om een Twitch streamer te zijn. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk hard werk is. Je kunt daarmee lachen. Je kunt zeggen, oh, je zit maar in je stoelje wat te gamen en wat te lachen en te zeveren. Maar er komt zoveel bij kijken. Like... er zijn genoeg video's op YouTube dat het ook vertellen, hè. En ook gewoon misinformatie geven. Like bijvoorbeeld mensen dat zeggen van... ja, en ik heb zoveel duizenden euro gemaakt met Twitch. En ik heb er mijn eigen huis en auto mee kunnen kopen. En dat is allemaal dingen dat ik denk van... oké, dat is een succesverhaal. Maar je moet weten... 99% op Twitch zijn geen succesverhalen. Dus het is hier niet om de lucht uit je banden te laten dat ik dit zeg, maar als je denkt op Twitch, ik ga hier eens even de nieuwe Dr. Disrespect Shroud Ninja worden, moet ik u teleurstellen, want ja, 99% zal het zo niet gaan. Like, ik ben nu, het is al een derde keer dat ik het zeg, ik herhaal mijn eigen veel, maar ik ben al 7 jaar bezig op Twitch en ik doe echt moeite, hè. Like, ik heb het allemaal gevolgd, hè. Ik heb... YouTube-video's gekeken over hoe dat ik moet praten met mensen, welke muziek dat ik moet opzetten, hoe dat mijn Twitch-panelen, emoticons eruit moet zien, dat ik moet reclame maken op andere social media's. En ik doe het altijd, hè. Voordat ik live ga, ik post op mijn Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Je kunt het niet bedenken of ik post erop op het internet. Hè. Ik bedoel, maar er komt echt veel bij kijken. Echt legit. Je zou kunnen denken, dat is toch maar op één knop drukken, go live. En je zei het live, nee, zo gaat het niet werken. Je moet daar echt heel veel tijd en energie in steken. Je moet de mensen up-to-date houden. Je moet de mensen kunnen entertainen. Niet dat ik zo'n entertainer ben, maar ja, swat. Ik bedoel, maar gewoon, er komt echt heel veel bij kijken. Nu, ik als kleine Nederlandstalige streamer, en je zou kunnen zeggen, ja, je streamt in Nederlands, dus het is normaal dat je niet zoveel views krijgt. Wel, dat mes snijdt aan twee kanten, denk ik. Ik stream bijvoorbeeld, mijn categorie is Old School RuneScape. Iedereen dat die naar kijkt, weet dat ik Old School RuneScape stream, dat ik guides maak op YouTube en shit, snap je? Daarvoor ben ik hier, en daarvoor kijken jullie ook gewoon naar mijn video's en naar mijn Twitch stream, denk ik dat nu voor hetzelfde geld, hè, like als dat ik er net zei, je zou kunnen zeggen, ga in het Engels streamen, dan ga je veel meer bekijks hebben. Nu, dat is niet waar, want ik denk dat mijn... Je moet weten, op Twitch werkt het eigenlijk allemaal in categorieën. En in het Nederlands, RuneScape, sta ik altijd bovenaan de lijst. Dus als je op Twitch gewoon RuneScape indrukt en je typt kanalen in het Nederlands... dan zijn er veel minder kanalen dan bijvoorbeeld in het Engels. Wat dat daar goed aan is, is gewoon het feit dat ik meer bekijks kan hebben. Like als je intikt RuneScape in het Nederlands, dan zijn er misschien max 10, 20 mensen dat het streamen. En je moet niet constant scrollen. Terwijl als ik het in het Engels zou doen, ja, dan kun je wel even een tijdje naar beneden scrollen. En hoe dat Twitch en mensen in het algemeen werken,
is gewoon, mensen gaan niet naar beneden scrollen. Like, ik speel nu een spel dat niet zoveel kijkers heeft, maar bijvoorbeeld stel nu dat ik veel echt van die hype games zou spelen. Wat bedoel ik daarmee? Counter-Strike, Fortnite, de nieuwe Black Ops. Echt zo hype games dat gewoon iedereen en zijn moeder spelen. Ja, dan had ik nog... Allee, mensen gaan niet volledig naar beneden scrollen om te kijken wat de bottom aan het doen is. Hè. Mensen zijn daar heel luin. En de algoritme van Twitch zou moeten aangepast worden. Like, hoe dat Twitch werkt is, hoeveel viewers dat je hebt, hoe meer viewers dat je hebt, hoe meer naar boven dat je gaat staan op de lijst. Zo, stel nu dat je er 500 hebt, dan gaan mensen je sneller vinden dan dat je er bijvoorbeeld maar 5 hebt. Dat is het algoritme van Twitch en zo werkt het. En dat is wel... jammer dat eigenlijk zo werkt. Nu, het volgende. Mensen zeggen mij, oh ja, al die Twitch-streamers, dat is keigemakkelijk geld verdienen en toestanden. Ja, dan moet ik weer de lucht uit die banden laten. Like, ik stream 7 jaar, zoals ik al gezegd heb. En ik moet zeggen, in die 7 jaar tijd heb ik 3 keer, echt waar, 3 keer een uitbetaling gehad van Twitch voor mijn abonnementen. Die uitbetaling was €35. Dus je moet weten, 3 keer in 7 jaar abonnementsmoney. Dat is niet veel, snap je? Allee, ja, ik bedoel, ik weet het. Je kijkt naar die mensen, like als Ninja en Dr. Disrespect. Wil er 10.000 plus views en je ziet daar donaties en subscriber money. En je ziet mensen echt gewoon met getallen gooien dat je zegt van, what the fuck is deze? Dat is hier beter dan met de lotto meedoen. Nu, dat gaat 99% het geval niet zijn. Dus, ik weet dat ik nu aan het zagen ben. Maar het is niet echt zagen, het zijn gewoon feiten. En ik wil jullie gewoon een beetje insight geven over iemand met ervaring op Twitch. Dat al wat jaren streamt. Dat ook gewoon kan zeggen hoe het is en wat dat het is. Dus vooraleer dat je, weet ik veel, duizenden euro's in apparatuur steekt. Van computers, naar een microfoon, naar een headset, naar... een webcam, naar een streamdeck, naar weet ik veel te fuck wat je allemaal kunt kopen voor je Twitch. Denk eerst na. Like, voor mij is dat anders. Ik stream ten eerste voor de fun. Ik verdien daar zo als niks mee. Je mag dat weten. Ik heb net gezegd dat ik 3 keer een uitbetaling van €35 in 7 jaar gehad heb. Dus ik bedoel, maar rijk ga ik er niet van worden. Maar dat was ook de originele bedoeling niet. Like, ik heb mijn PC laten samenstellen gewoon om alle high-end games te kunnen spelen. Like, als ik wil, kan ik de laatste nieuwe, weet ik veel, Flapper de Flap game kopen. En ik kan die in 1080p gewoon spelen. En ik kan hem dan ook gewoon nog een keer streamen. Dus snapte, mijn origineel idee was niet om een dure computer en alles te kopen... om echt gewoon rijk te worden met Twitch. Dat was het idee niet. Like, ik speel RuneScape, zoals jullie weten. Zoals ik ook al gezegd heb. En ik ben toch bezig met RuneScape te spelen. Dan kan ik het gewoon ook even goed streamen, denk ik dan. En dat is gewoon ook tof. Dat ik gewoon wat babbel heb. Terwijl dat ik bijvoorbeeld dingen aan het doen heb. Ik maak guides op YouTube. Ik kan mensen helpen met bepaalde dingen beter te doen. Ik bedoel maar gewoon, snap je? Het is meer een hobby... dan een job. En dat moet je weten. Like, als je denkt van, ik wil een Twitch streamer worden, of een YouTube streamer, of een Kick streamer, of een whatever the fuck streamer, moet je als eerste plaats beginnen met het als fun te zien. Like, de mensen dat hier echt gewoon op kunnen leven, op wildere content, zijn zo beperkt. Dat is, allee, dat is gewoon, dat is één van de 100% dat... gewoon kunnen leven op een Twitch-inkomen. En dat is goed voor die mensen dat kan. Maar, zoals ik zeg, van de 100% is er 1% van dat er misschien zijn leven uit kan maken. En dat is nice voor die mensen, maar dat is niet iedereen gegund. Dus daarmee dat ik zeg, als je denkt van, ik ga hier, weet ik veel, keiveel geld in... in een setup steken en ik word hier... weet ik veel, ik ga hier echt bakken met geld verdienen. Dan ga ik weer al de lucht uit die banden laten. En gewoon zeggen van... het zal waarschijnlijk niet zo zijn. Ik hoop voor u dat het wel zo is. Maar het zal waarschijnlijk niet zo zijn. Dus, ja. Dat, en dan ook gewoon nog het feit van... je moet heel consistent zijn op Twitch. Like, als je wat video's over Twitch hebt gezien... dan weet je bijvoorbeeld...
dat ze altijd spreken over een stream schedule. En dat is niet simpel voor iedereen. Like, als jij een job, kinderen, weet ik veel te fuck, allemaal moet doen. En je moet daarbij nog een keer die dagen op die uren speciaal achter je computer zitten. Om content te maken. Dat is niet voor iedereen evident. Dus nogmaals, niet om negatief te zijn en de lucht uit je banden te laten. Maar gewoon om te zeggen van... Denk na voordat je keiveel geld in Twitch steekt. Want ja, het kan een succes vooral zijn. Maar waarschijnlijk zal het dat niet worden. Nu, ik hoop dat dit jullie gewoon... Dit was gewoon de eerlijke ervaring en mening van iemand dat al een paar jaar op Twitch streamt. Ik hoop gewoon dat dit een paar vragen heeft beantwoord van jullie. Voor mensen die zeggen van... Ja, misschien toch wel begin ik eraan. Denk er eerst een keer over na, voordat je het doet. En ja, dat was het eigenlijk gewoon een beetje. Ik hoop dat dit gewoon een keer iets anders was dan de normale YouTube content die ik maak. En voor de rest hoop ik jullie gewoon te zien in de volgende YouTube video. Of gewoon een keer in mijn Twitch stream. Ik bedank jullie om toch weer 10 minuten plus van jullie tijd te pakken. En gewoon naar deze video te kijken. En ik zie jullie graag een keer op Twitch of op de nieuwe video. Nog een goede avond. Yo!